Pickwick 1887 degradeerde afgelopen seizoen vanuit de topklasse naar de hoofdklasse C. De Groningers in het wit degradeerden niet alleen, maar werden ook geconfronteerd met een complete uittocht van spelers. Op 4 spelers na begon Pickwick daarom gisteren met een team dat nauwelijks ervaring heeft op dit niveau en het is dus afwachten waar het elftal staat. Tegenstander Kwik 20 uit Oldenzaal wil meedoen om het kampioenschap en start furieus in het Essenbergstadion. Na 30 seconden, voorzet Jeroen Visser en Jorrit Jansen loopt de bal in zijn eigen doel. Een ongelukkige start voor Pickwick. Twee minuten later, de ervaren rot Jordi Kamphuis, een hardschot en een redding van Klaas Kleiker. Kleiker kwam over van eerste klasse VVV 67 uit Leek. De vierde minuut. Frank Ulderink. Die haalt uit. En via de vingertoppen van Kleiker en de lat gaat de bal over. Pickwick dreigt overlopen te worden. Maar dan in de tiende minuut. Daan Driever. Gijs Krukert is ver uit zijn doel en maakt hens. Krukert krijgt rood en veldspeler Ulderink moet er ook uit om plaats te maken voor tweede doelman Laurens Ensink. Daan Driever met de aansluitende vrije trap. En die schiet hij schitterend binnen. 1-1. Pickwick krijgt met een man meer de overhand. 18e minuut. Opnieuw Driever met de kans, maar voorlangs. Kort daarna, Erwin Nietzsche-Muller. Met de voorzet, Fabian Stevens kopt en weer net niet. Dan gaat Ensink hier goed in de fout. Daan Driever op weg naar de 2-1. Nee, van de lijn gehaald. Wolthuis pikt de bal op en haalt uit en alsnog de 2-1 voor Pickwick in de 32e minuut. 10 minuten later, Jordi Kamphuis weer namens Kwik 20. Hartschot, Kleiker krijgt de bal niet klem vast en dankjewel zegt Reuven Niemeijer en het staat weer gelijk 2-2. Opslag van rust. Driever. Bjorko van Hezel. De controle duurt net wat te lang. Toch het schot. En rakelings naast het Twentse doel. Een grote kans voor de Groningers. De tweede helft. Kwik 20 zet even aan. Jeroen Visser. De hoek wordt klein. En Kleiker stopt de inzet. Dan opnieuw de 34-jarige Kamphuis. Belangrijk, maar hij stopt na dit seizoen. Schot. Kleiker geparkeerd. Maar de paal staat een doelpunt in de weg. Het blijft 2-2. Pickwick neemt het initiatief weer. Corner Thijs Hekman, vorig seizoen in het tweede van Pickwick. Fabian Stevens met het hoofd. En de Groningers staan weer voor. 3-2 met nog een half uur op de klok. Het spel zakt daarna door veel balverlies aan beide kanten in. Aaron strengelt en ondanks de grote afstand toch nog gevaarlijk. Vlak voor tijd kan Pickwick het duel definitief beslissen. Daan Driever en net over. Het blijft 3-2 voor de Groningers en de eerste 3 punten zitten in de knip. De punten, heerlijk. Ja, een goede start en dat geeft de jongens ook een hartstikke hoop vertrouwen. En voetballend vonden we het nog helemaal niet groot. Maar ik zei al eerder van gemiddelde leeftijd van 21. 4 jongens die de ervaring van een seizoen hoofdklasse hebben. Gigantische, jonge, ambitieuze spelersgroep waar heel veel rek in zit. En dan zijn we er wel trots op wat die jongens vandaag op de mat hebben gelegd.